Wat zeg je, chef? Het plan! Het plan, chef? We overlopen het plan punt per punt. Locatie, het bejaardentehuis. Check! Ja, oké. Ah, het valse gifgas. Ja. Nee. Jongens, dat is niet nodig. Die maskers zijn niet nodig. Het gas is niet giftig. Oké, chef. Ah, jij gaat naar binnen. Laat het gas vrij. Het alarm gaat af. En het bejaardentehuis wordt ontruimd. Wij gaan naar binnen en we stelen alles uit het bejaardentehuis. Chef, hoe krijgen we al die bejaarden uit het bejaardentehuis? Daarvoor reken ik op commissaris Michelin. Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee. Ik ben verliefd op Toby, daarvan heeft hij geen idee. Opa is een uitvinder, de beste die ik ken. Dat weet niemand en niemand weet dat ik mega Mindy ben. Ik ben mega. Ik hou van jou, ik blijf je trouw. Oh, de vaas van mijn grootmoeder! Oh, kersenpitje, dat is jouw schuld! Mijn schuld? Ik moest van jou hoger zingen! Maar ik kon toch niet weten dat dat zou gaan gebeuren, is toch waar, hè, Mieke? Maar nee, Mieke, het is wel zijn schuld. Maar het is niet mijn schuld. Het is wel zijn schuld. Mieke, ik moet gaan werken. Ach, mami, ik los dat wel op met de megalijn. Mieke, wil je morgen niet meezingen in het bejaardentehuis? Oma, ik kan helemaal niet zingen. Maar het is voor Josephine, ze wordt 80 jaar en ik kan nog een zangeres gebruiken om meer volume te geven. Ja, want die oudjes die horen niet meer zo goed. Goh, oma, het zou toch wel heel erg jammer zijn moest ik met mijn kattengejank jouw mooie gezang verstoren, hè? Ja, dat is waar. Zo, met deze megalijm is die vaas binnen de kortste keren gemaakt. Succes, opa. Succes, kersenpitje. Ja, het lukt me wel. Hoop ik. Inne minne mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Inne minne mutte is de baas. Voilà. Bent u commissaris Michelin? Is er iets gestolen op Mars? Meneer het ruimteballetje. Ik ben Cyril Civiel. Ik ben persoonlijk gestuurd door de minister van Ongelukken en Grote Rampen. Ik ben commissaris Migra, tot uw dienst. Wat kan ik doen voor de minister? Commissaris, het ministerie van Ongelukken en Grote Rampen. Nooit van gehoord. Dat komt omdat jij nog te jong en te onervaren bent, Toby. Mijn team treedt op wanneer er grote rampen gebeuren. Is er een ramp gebeurd in mijn dorp? Gelukkig nog niet. Maar wat als dat wel zo is? Hebt u dan een rampenplan? Een rampenplan? Ik los de problemen op als ze er zijn. Ah ja? En wat als er een meteoriet neerstort op het dorpsplein? Wat als er tijgers ontsnappen uit de dierentuin? Ja, dan hebt u geen tijd om na te denken over wat u gaat doen. Dan hebt u een plan nodig. Wat gaat u dan doen? Weglopen. Als commissaris moet u de leiding nemen. Commissaris? Een meteoriet brandt volledig op in de lucht voor hij neerkomt op aarde. En ons dorp heeft geen dierentuin. Zwijg, Toby. Cyril heeft gelijk. De bevolking zal op u rekenen, commissaris. Ja, commissaris Michelin. Ze hebben uw leiderschap
nodig. Wat zouden de mensen zijn zonder mij? En daarom ben ik hier. Om voor u een rampenplan te maken. Ik dicteer. Toby, neem pen en papier en schrijf op wat Cyril zegt. Ja, maar commissaris... Ik hou van jou, ik blijf je trappen. Is er iets gebeurd? Nog niet. Nog niet? Gaat er iets gebeuren dan? Commissaris, er staan buiten van die raar... gewone mannen in een wit pak. Fonkel, hier en zwijgen. En als laatste punt, enkel mensen met een gasmasker mogen het commissariaat verlaten. Wie is die man? Bon. Dat is Cyril Seville van het ministerie van Ongelukken en Grote Rampen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Mickey, dat is omdat je nog een beetje jong en onervaren bent. Fonkel en Toby, zwijgen. Agent Toby, wat doen we bij gifgas? Dan moet de gevarenzone onmiddellijk ontruimd worden en dient het politiekantoor als centrale verzamelplaats. Ja, en ik als commissaris Miguel, ik zorg ervoor dat niemand het politiekantoor verlaat. Dat is prima. Jullie hebben een uitstekend rampenplan. Vertrouw jij die Cyril? Mickey, we hebben nu tenminste een uitstekend rampenplan en als er iets gebeurt, weten we tenminste wat er moet gebeuren. Ja, misschien. Mickey, een puzzel van 1000 stukjes is veel makkelijker dan dit hier. Oh. Ik blijf hier. Mami, je gaat toch weer niet zo hoog zingen, hè? Trouw. Zeg, opa. Heb je al ooit gehoord van het ministerie van Ongelukken en Grote Rampen? Toby! Een beetje hoger. Nog hoger, ja. Oh, oh. Zakken, lager, lager, lager. Ja, 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 ja. Ja, dat is goed. Commissaris, is dat echt allemaal nodig? Toby, hoe veiliger het commissariaat, hoe kleiner dat de kans is dat er rampen gebeuren, ja? Oh, Fonkel, help! Heb je metalen voorwerpen in je zak? Ja, leg die hier maar in het bakje. Zo. Druk door het poortje. Ja, dat is goed. Je mag binnen. Alsjeblieft. Halt, Fonkel. De veiligste weg om bij jouw bureau te komen is over de stippenlijn. Alsjeblieft. Ja, je wilt toch niet dat er rampen gebeuren, ja? Oh. Commissaris Maigret, expert rampenbestrijding. Het is hier bij Josephine van het bejaardentehuis. Proficiat met je 80ste verjaardag. Dank u wel, maar je rankt zo'n raar groen gas. Is het giftig? Dat weet ik niet. Ik ruik nog niets. Ja, het is groen, dus het moet giftig zijn, hè? Ja, dat is een ramp, dat is een echte ramp. Wat moeten we doen? Iedereen moet naar buiten. Alle bejaarden moeten onmiddellijk naar het commissariaat komen. Oh, Cyril, goed dat je er bent. Zeg maar dat Cyril Seville en zijn team alle bejaarden naar hier zullen brengen. Hallo, alles komt in orde. Cyril Seville komt jullie halen. We zullen buiten wachten. En dat dan op een verjaardag. Mannekes, naar buiten! Wat doet u hier eigenlijk? En juist nu? Ik ben rampenspecialist. Ik voel het wanneer ik ergens moet zijn. Wij zullen meehelpen. Nee, dat is veel te gevaarlijk. Zeker zonder gasmasker. Wie weet hoe giftig dat gas niet is. Misschien word je er wel gek van. Oeh, snel. Je hebt geen tijd te verliezen. Red ons. Kersenpietje, ik vind mijn hoed niet meer. Ik hoop dat ik mijn tekst maar niet vergeet. Mami, je hebt hem 100 keren gezongen. Het zal wel gaan. Denk je? Ben er zeker van. Vooruit of je komt te laat. Tot straks.
Mijn handtas. De megalijm. Alle bejaarden zijn in het commissariaat, chef. Goed werk. Stil heel het gebouw leeg. Oh, goeie, chef. Wacht. Als er iets is, dan kan je mij bereiken via deze walkie-talkie. Oké, chef. Wacht. De walkie-talkie. Ik ga naar het commissariaat en zorg ervoor dat de politie ons niet lastig valt. Ik vertrouw dat blonde meisje niet. Vooruit. Oké, chef. Volgt u mij, alstublieft. Hier langs. Zo. Alsjeblieft, voor uw eigen veiligheid, gelieve de stippenlijn te volgen. Wij gaan waar dat we willen. En wel, jonge man, heb jij geen manieren geleerd? Staat uw stoel af. Tuurlijk. Ja, dames en heren, voor uw eigen veiligheid, gelieve in groepjes van vijf te blijven, alsjeblieft, met een afstand van minstens 2 meter tussen elke groep. Het is mijn verjaardag en dat feestje gaat gewoon door. Ja, maar dames en heren, dat gaat niet. Wij moeten ons houden aan het rampenplan. Commissaris, het team van Cyril zal nog wel even bezig zijn met het wegwerken van het gif. Dus misschien kan het feestje toch gewoon doorgaan. Ja, Fonkel, ik sta hier in voor de beslissingen, ja? Het verjaardagsfeestje gaat door. En nu tijd voor koffie en gebak. Hey. Ja. Commissaris, ik heb alle bejaarden geteld en iedereen is aanwezig. Dat is goed, dank u. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik ben benieuwd om straks uw oma te horen zingen. Oma. Toby. Toby. Oma die ging zingen in het bejaardentehuis. Die is nu waarschijnlijk onderweg. Maak je maar niet ongerust. Als je oma komt, vangt mijn team haar wel op. Hallo, Cyril. Oké, chef. Vrijt het bejaardentehuis van onverwacht ongedierte. Mannen, er is ongedierte op komst. Snel. Die megalijm toch niet zo straf mogen maken, hè? Vooruit, opa. Neem toch op. Joehoe! Joehoe! Is daar iemand? Grijp het ongedierte! Opa neemt niet op. Hij is misschien mee naar het bejaardentehuis? Ja. Ik moet er naartoe. Commissaris, mag ik alsjeblieft het kantoor verlaten? Nee, dat is veel te gevaarlijk. Je kan gek worden van het gifgas. Ja, als expert rampenbestrijding geef ik Cyril gelijk. Jij blijft hier. Trouwens, de koffie is op, agent Mieke. Oh, ja, inderdaad. Fonkel, zet koffie. Oké. Beste mensen, speciaal voor de verjaardag van ons Josephine zullen Cyril, de commissaris en Toby een liedje voor u zingen. Ha! Zingen! Mijn name is Doompie Doompie Doo. And I love you. My name is Doompie Doompie Doo. And I love you. Allee, waarom draag jij je masker nu? Dat gas is niet giftig, hoor. Ja, maar... Kom aan, helpen. Kom. Dat gaan we niet alles alleen doen, hè. Kom aan.
schrikken. Mannen in een wit pak, die hebben mij vastgebonden. Jullie staan onder arrest voor diefstal en kidnapping. Wij zijn met z'n drieën en jij bent alleen. Ik ben agent Mieke Vonkel. En... Nee, jij bent dat vervelende blonde meisje waar de chef het over had. Grijp haar! Nee! Mieke! Chef, het lastige blonde ongedierte is gevangen, chef. Zeer goed. Doe verder met jullie werk. Oké, chef. Sorry, oma. Ik heb het verknoeid. Nee, Mieke. Je was heel moedig. We vinden wel een oplossing. Ik moet Toby zien te bereiken. Zwijgen! Ik wil geen woord meer horen. De telefoon. Goed idee, Mieke. Er is helemaal geen gifgas. Het is opgezet spel zodat boeven het bejaardentehuis kunnen leegroven. En ze hebben oma en mij gevangen. Ja, ik licht Cyril en de commissaris in. Nee, niet stinken! Ja. Dan laat mij. Wij zijn bijna klaar. Doempie doempie doe. And I love you. Commissaris, rust. Is er iets, Toby? Mieke is in het bejaardentehuis, er is geen gifgas en er zijn boeven die alles leegroven. Ik heb haar nog zo gewaarschuwd. Ze zal gek geworden zijn door dat gifgas. Ja, dan moet ik haar gaan redden. Nee, dat is veel te gevaarlijk. Toby, blijf hier. Lekker zo van samen. Er is nog ongedierte in opkomst. Oh, ja, daar is ze! Halt! Politie! Mickey, kom hier redden! We laten hem lopen, mannen! Hij kan toch niks alleen doen? Kom. My name is... Mijn moeke zegt dat ik de beste danser van het hele dorp ben. Mijn teen. En nu moeke zegt dat jij de beste danser van het hele dorp bent. Ja, maar mijn moeke heeft niet zulke grote voeten. Onbeschofterik. Toby, onze redder in nood. Toby. Sst. Toby, je hebt toch niks tegen Cyril gezegd, hè? Jawel, waarom? Omdat Cyril... Gelukkig zijn niet alle agenten even slim als jij, Mieke. Goed geprobeerd, maar helaas te laat. Breng hem weg! Nee! Toby! Nog Mieke! Ik hou van... Laat hem maar lopen! Wat, chef? We stelen de rest en we zijn weg! Oké, chef! Wat hebt u gewonnen? 3 dikke kussen van de commissaris. Wat is dat nu voor prijs? Kussen.
Waarom? Wat is er gebeurd? Het bejaardentehuis wordt leeggeroofd. Het bejaarde... Ja. Oh, pas op, de vaas. Ik had die megalijm niet zo straf mogen maken, hè. Misschien toch wel? Dag, ouwe Fonkel. Oh, wat zie je er mooi uit met die stoel en dat tafelkleed. Heel grappig, Bliep. Kom, transporteer Megamini maar naar het bejaardentehuis. Klaar voor transportatie in 10, 9, 8, 7, 6. Megamindy. En jullie zijn boeven. En als er iets is waar Megamindy niet tegen kan, dan zijn het wel boeven. Chef! Verpletter haar. Chef, nu! Oké, chef. 1, 2, 3! Voorzichtig, jongens. Die is breekbaar. Wegwezen! Chef? Chef? Ik kijk vast. Chef, ik ook! Mega dinges. Ik ben ook weg. Haha! Doe open! Ja, chef, ja, chef! Oh, chef! Wat doe jij hier? Heb jij een rampenplan? Waarom? Daarom. En nu brengen jullie alles terug naar het bejaardentehuis. Ja, maar... Nu! Goed gedaan, Megamindy. En jij hebt mooi gezongen, oma. Ik denk dat iemand anders jou nodig heeft. Toby. Megamindy. Ik zou komen redden. Zeg. Ik wist dat je me zou komen redden. Heb ik jou al ooit teleurgesteld? Megamindy? Megamindy, je tijd is bijna om. Sorry, Toby. Het zal voor een andere keer zijn. Megamindy, wacht! Ik ben Megamindy. Mami, mag ik eens een snoepje? Ja, 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 kersenpitje, tuurlijk. Fonkeltje, ik plak vast! Hallo! Nee! De megalijm. GELACH